Ze was al mantelzorger voordat het woord bestond. Lilian van Geels uit Breda zorgt haar hele leven al voor anderen. En daarom is deze supervrijwilliger de 9e genomineerde voor de titel Brabander van het jaar. Dan krijg je voor iets wat voor jou heel gewoon is wel een koninklijke onderscheiding. Ja, tof hè? Haar hele leven staat in teken van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Lilian werkt voornamelijk met verstandelijk beperkten. Maar dat is niet het enige wat ze doet. Het lijstje van vrijwilligerswerk wordt alsmaar langer. Het is begonnen met dansen en toen kwam er zwemmen bij en toen kwam er soos bij en toen kwam er algemene vorming bij en ja, gewoon leuk. Ik heb wat dat betreft best wel veel respect voor mijn vrouw dat zij dat toch allemaal iedere keer toch op kan brengen, want het is toch best veel. Zegt ze dan ook wel eens nee? Nee, dat niet. Dan moet ze misschien nog wel een beetje gaan leren om ook eens voor zichzelf te denken, maar ja... Als het echt niet kan, dan kan ze wel nee zeggen, gelukkig. Toen Lilian ging trouwen, wilde ze haar naam niet veranderen. Ze vond het namelijk vervelend voor de verstandelijk beperkte waar ze mee werkt, als ze ineens een andere naam zou hebben. Mensen kennen mij als Lilian van Geels. En waarom zou ik dan mijn naam veranderen omdat ik dan met Jos ga trouwen? En dan kennen ze je ook niet meer zo goed. Zo van de week heet ik Lilian van Geels en volgende week heet ik ineens Lilian Meeuwsen. Vond ik eigenlijk helemaal niet vreemd, want iedereen kende haar als Lilian van Geels en ik had ook zoiets van, je verandert niet, je bent wie je bent. Lilian zorgt voor veel mensen in haar omgeving. Haar vader van 91 is dagelijks bij het gezin en hij zegt dat hij dankzij Lilian zo oud is geworden. Elke dag komt ze me al. En Sebastian en Jos brengen me s'avonds naar huis. Vindt u dat fijn? Dat vind ik hartstikke fijn. Ja, anders ben ik maar alleen, hè. Zo is het toch? Zo is het. Ja. Dus ze zorgt heel goed voor u? Ja, fantastisch. Toch krijgt Lilian ook wel eens vervelende reacties op het werk wat ze doet. Ja, mensen hebben wel eens gezegd dat ik asociaal ben. Dat ik een arbeidsplaats van anderen inneem. En toen heb ik gezegd, oké, als jij hier op zaterdagmorgen om 10 uur in het zwembad ligt... Of iemand met een betaalde baan. Ik zei, dan hou ik ermee op. Want ik wil niemand zijn werk afnemen. Of op zaterdagavond op de soos. Dan sta je daar van 7:30 tot, het is tot 11:00. En daarna moet je opruimen en wc schoonmaken, tafels poetsen, alles weer terugzetten. Op de deeltaxi wacht. Ik heb wel eens tot 2:00 s'nachts met iemand buiten gestaan dat er geen deeltaxi kwam. De hele familie is inmiddels vrijwilliger. Zoon Sebastiaan en man Jos helpen Lilian ook mee. Elke zaterdagochtend zwemmen wij met de dolfijnen. Dat is een zwemclub voor mensen met een beperking. En dat doen wij met z'n drieën. Nou, dat doen we eigenlijk als gezin. Voor Lilians gezin staat het in ieder geval vast. Lilian verdient het echt om een Brabander van het jaar te worden. Andere mensen zijn soms heel ikgericht en met de baan bezig. En ja, die zijn natuurlijk dan 40 uur per week met de baan bezig. En mijn moeder die is... Ja, nou, niet 40 uur per week natuurlijk met haar vrijwilligerswerk bezig. Maar 50 uur. Ja, misschien in haar hoofd wel. Wat ze altijd voor mij heeft gedaan en nog steeds doet. En ik hoop het nog tientallen jaren niet meer mee te maken. Maar u bent al 91. Ja. Het kent ook, hè. En jij bent een van de 10 genomineerden dit jaar om Brabander van het jaar te worden. Oh, leuk. Oh, kijk eens hier. Prachtig. Wat leuk. Ik krijg er weer een leraar. Ja, leuk. Ja, alle kandidaten tot nu toe zijn te bekijken op omroepbrabant.nl/Brabander van het jaar. Volgende week de laatste kandidaat en daarna kun je stemmen op jouw favoriet.